snel kwam ik erachter dat er hier een aantal Maria-verschijningen geweest zouden zijn. Maar wat ik uit de stukken heb begrepen, is dat toch wel voor de deur geweest. Kijken of ik die deur hier open krijg. Ja, dat was dus een aantal Maria-verschijningen. En op een gegeven moment is er ook mijn verhaal ter oren gekomen over het spontaan ontspringen van een bron in de kelder. Een bron in de kelder? Ja. Nou, we dalen nu af in de catacombe van voorheen tramlijn Begeerte. Ik ga even een lampje aandoen, hoor. Juist. Na een aantal weken hier bezig te zijn geweest met puinruimen en ons oriënteren in deze ruimte, bleek dat er hier een hele smalle doorgang was. Oh? Dus ik ben met het licht van mijn mobiele telefoon, gebruikend, ben ik die nis ingegaan. En daar bleek toch ook nog eens een keer een aparte ruimte te zijn. Waar staan we hier nu precies? We staan in de kelder van de voormalige café Tramlijn Begeerte. Een café wat in 2007 geopend zal worden onder de naam Café de Gruiter. Als eerbetoon aan de historie voor Tramlijn Begeerte. En hier kwam het heilige water de grond uit. En het was maar niet te stil. En wat ik dus heb begrepen, was het geen lekkage vanuit de waterleidingen, maar het was puur water dat op kwam borrelen uit de diepte onder het Van Limburg-Stierenplein. In combinatie met allerlei Maria-verschijningen. Eerst even hier binnen. Dan vraag ik jou een paar dingen hier. Op een gegeven moment vraag ik even naar, is je toch ooit, hè, heel bijzonder, is je nog geweest? Ja, maar meerdere. Ja, maar ik heb een specifiek nooit naar Maria verschijning. Ja. En dan wil ik graag dat we even naar buiten lopen zo meteen. Ja. En ik loop dan mee en dan hebben we buiten even over de Maria verschijning. Ja, want kijk, en dat is misschien wel leuk, want hoe heet je van je voornaam? Erik. Buiten die Maria verschijning, heb ik ook begrepen, waar ik het net met die meneer van Malcolm TV. Is er hier ook ergens iets gebeurd met een spontane ontspringen van een bron? Juist. En dat is in de kelder. Maar daar gaan we ernaar. En dat is wel spooky om te filmen, denk ik. Ja, maar ik moet dat eerst even uit kunnen leggen. Als ik in de kelder in duiken, dan denk ik te kijken van waarom zit die lui in de kelder. En de datum van die Maria-verschijningen? 87? Ja. Ik dacht april 87. Een ruimte gereserveerd met allerlei Maria-reliquieën, waaronder dit hoofdje. Dat heeft een vriend van mij in mijn cadeau gedaan. En het schijnt een paar honderd jaar oud te zijn. Okay. En dat is uit een kerk echt met heel veel geweld geroofd. Dat kun je ook wel zien. Oké, hartstikke goed. Okay. Het is een hele oud kopje. Maar het heeft ook een kroontje. Pak hem nog maar even in als je wilt. Ja. Dan pak ik hem zo uit. En ik heb in het interieur van de kroeg heb ik een hele ruimte gereserveerd, daar. En dat wordt het Maria-hoekje. Okay. En dan gaan we, en dan heb ik nog een aantal dingen zijn mij toegezegd. Die echt wel waarde hebben, emotioneel. En die ga ik daarin keurig tentoonspreiden. De Maria Hoek, dat wilde zeggen, ik ga hier allerlei reliquieën in een klein vitrinetje, altaartje, afgeschermd ga ik hier maken. Dit wordt helemaal rondgemaakt weer. Gestoffeerd, verlichting, verlaagd plafonnetje erin. Afgeschermd door een boekenkast. En nou ja, goed, die Maria reliquieën, die zie ik dan zelf, als ik het goed heb, hier ingebouwd. En ja, dit zal dan in de volksmond het Mariahoekje worden. Refererend aan het verleden en de Maria-verschijningen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik echt sterk het gevoel heb dat hier iets aan de hand is onder deze bekisting. Maar zo in de rond dwalend hier in die kelder heb ik toch wel iets. Ja? Ja. Maar wat voelt u dan hier? Ja, ik voel een bepaalde aanwezigheid. Heb u geen koevoet liggen hier? Heb ik niet bij me. Dan wil je even kunnen kijken. Heb ik juist niet gedaan. Dit laatste stukje, dat wil ik even bewaren om echt uit te kunnen pakken. Wanneer ga je open? Nou, de planning is om eind maart. Alles wat eerder is meegenomen.